Goedenavond, zondag 19 september. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. De Zeeuwse gemeenten reageren geschokt op onthullingen van onderzoeksplatform Follow the Money in samenwerking met Omroep Zeeland over de winsten in de jeugdzorg. De gemeenten kunnen maar met moeite het geld bij elkaar schrapen om de jeugdzorg te financieren en tegelijkertijd schrijven Zeeuwse jeugdzorgorganisaties miljoenen aan winst. Juven staat bovenaan de lijst met meer dan 5 miljoen euro winst in 3 jaar tijd. Extreme hoge winsten is gewoon niet gewenst, maar een beetje vlees op de botten wel. Dus ik vind het wel gerechtvaardigd een klein stukje winst, maar dat moet dan wel ongeveer 1-3% zijn. En dit zijn wel hele hoge winsten. Volgens de Sluisse wethouder Jacques Werkman, die het woord voert namens alle Zeeuwse gemeenten als het gaat om de jeugdzorg, wordt er hard aan gewerkt om de gezamenlijke inkoop van jeugdzorg te verbeteren. En dat moet binnenkort resultaat gaan opleveren. We hopen toch wel dat eind van het jaar, begin volgend jaar, dat die resultaten, dat daar al stappen in gemaakt kunnen worden en dat dat ook zichtbaar is voor de gemeente. Ook in de gemeenteraden is de verontwaardiging over de hoge winsten groot, zoals in de grootste gemeente Terneuzen. Ik blijf het heel vreemd vinden. Je bent geen commerciële instelling. Je bent er voor de zorg te leveren en zorg moet bij de zorg blijven. En die gezamenlijke inkoop die had al veel eerder aangepakt moeten worden. Dat had eigenlijk een tijd geleden, jaren geleden al plaats kunnen vinden, want ook toen was het al gaande. En één ding is duidelijk, hierover is het laatste woord voorlopig nog niet gesproken. Een gedetineerde in Torentijd in Middelburg heeft gisteravond brand gesticht in zijn cel. Hij stak een aantal spullen in brand. Het gevangenispersoneel kon de brand blussen. De man is naar een isoleercel gebracht. Er is aangifte tegen hem gedaan. De brandweer heeft de boel geventileerd en een paar mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De toren van de Geerteskerk in Kloetingen moet gerestaureerd worden. Dit rijksmonument werd waarschijnlijk rond 1500 afgebouwd en gaat dus al heel wat jaartjes mee. Hier zijn stenen verweerd, natuursteen is flink aangetast. Dat gaan we dus herstellen of nieuwe blokken inzetten. Ook is het houtwerk toe aan vervanging en moeten bijvoorbeeld 24 nieuwe galmborden komen. Galmbord, dat zijn deze planken die hier boven zitten. Die eigenlijk het geluid versterken van de klokken en verspreiden over het dorp. Het moet compleet vervangen, want er is geen eer meer aan te behalen aan het materiaal. Het is op en versleten. De totale kosten komen al gauw op zo'n 6 ton. Een deel wordt bekostigd door de gemeente Goes, maar de provincie doet ook een duit in het zakje. Het zal nog wel even duren voordat de werkzaamheden beginnen. Eerst wordt nog gezocht naar een geschikte aannemer. En dit uitzicht krijg jij erbij bij je werk? Dat is een toegift. Jammer dat ik hier niet dagelijks kom vanaf mijn werk. Dat is maar zo nu en dan eens. Ja. In dit geval, straks zal er wat meer zijn tijdens de restauratie. Het was een feestelijke afsluiter van het zomerseizoen in zwembad De Spetter in Tolen. Tientallen hondenbaasjes namen dit weekend samen met hun hond een duik in het bad. Hierna wordt het water uit het zwembad gehaald. En daarom waren de honden welkom om ook een keer van het water te genieten. En ik denk, ja, ik wil toch wel een keertje meemaken. Dus vandaar. En ja, de hond die zwemt ook graag. Dus een goede combinatie, hè? Ja, ik vind het heel leuk. Het is de eerste keer dat we dit doen. Vond u het niet een beetje vies met al die andere honden in een bad? Nee, joh, ben je gek. Als je honden gewend bent, dan maakt dat niet uit. Nee hoor, nee, absoluut niet. Helaas was het niet voor iedere hond een pretje. Zij kan niet zwemmen. Ze spartelt heel erg. Maar zoals je ziet, ze is nog niet helemaal overtuigd. Nu doen we hem met de buitenkant. Deze meiden kunnen al best goed voetballen. Maar ik kan nog wel een tandje beter. En daarom is er vandaag een Skills for Girls dag in Osoeburg. De meiden komen uit heel Zeeland. Van Brasjes. Uit Goes. Wolversdraai. De naam Skills for Girls vertelt al een beetje waarom de meiden hier zijn. Vooral ook snelheid en de acties nog beter doen. Acties aan aannemen. Ik wil mijn skills beter verbeteren en gewoon mijn acties en mijn snelheid. En jongens, die zijn vandaag niet welkom in Osoeburg. Nee, eigenlijk niet.
Nee, want we willen eigenlijk stimuleren dat meiden ook met elkaar voetballen. En we zien eigenlijk dat meiden het veel leuker vinden om dat ook met elkaar te doen. Alle ballen op de meiden dus. En wie weet gaan we nog veel van ze horen. Zien we jou in het Nederlands elftal terug? Ja, misschien wel. En voor het sportnieuws gaan we naar Stefan Nijpjes. In de derde divisie van het zaterdagvoetbal opnieuw geen winst voor Hoek en Goes. Beide ploegen gingen dit weekend onderuit. Zo verspeelde Hoek opnieuw een voorsprong. Dit keer tegen FC Lisse. Vorige week ging het mis, nu weer. Want in het laatste kwartier scoorde FC Lisse 3 keer, waarmee de ploeg met 4-2 won. De beelden van Hoek en Goes zie je zo meteen in Omroep Zeeland Sport. En dan ook aandacht voor korfbal. In de ereklasse op het hoogste niveau, daar is Top uit Arnhem-Muiden een stapje dichter bij handhaving. En dat is knap. Want Top won dit weekend met 17-9 van AWDTV uit Amsterdam. En is dus een stapje dichter bij die handhaving. De basketbalcombinatie Vlissingen is het nieuwe seizoen in de Heren Eerste Divisie begonnen met een 68-55 overwinning op DAS uit Delft. PC Vlissingen is het hoogspelende Zeeuwse basketbalteam en is de competitie dus uitstekend begonnen. Dat en meer zie je zometeen in Omroep Zeeland Sport. Het was vandaag ook weer best een mooie dag en ook een warme dag met temperaturen tussen 20 tot 22 graden in Westdorpen en niet al te veel wind. Maar wel veel wolkensluiers, cirrus zoals dit genoemd wordt in de meteorologie, en daardoor was er sprake van veel windveerachtige bewolkingen, werd het uiteindelijk in de middag zelfs wat melkachtig. Vanavond en vannacht hebben we ook te maken met bewolking, enkele opklaringen en het wordt niet koud met 14 tot 16 graden. En morgen hebben we in eerste instantie ook te maken met bewolking, maar in de loop van de dag komt de zon dan wel weer tevoorschijn en wordt het nog vrij zonnig met maximumtemperaturen die morgen komen te liggen tussen 19 en 21 graden. De wind is morgen matig uit het noordoosten. De komende dagen tot en met woensdag houden we droog en vrij zonnig weer. De temperatuur doet een stapje terug naar 18 tot 20 graden. En daarna komen we onder invloed van depressies en fronten die vanaf donderdag regen en meer wind en bewolking zullen gaan brengen. En zodoende zien we bij donderdag een temperatuur staan van nog maar 16 graden. Dat was Zeeland Nu. Straks dus nog Omroep Zeeland Sport. Ik wens u alvast een hele fijne avond.